OneShot International wil via een nieuw conceptprogramma ondernemerschap en investeringsmogelijkheden creëren voor de Surinaamse gemeenschap. De organisatie wil via dit concept personen in de gelegenheid stellen om een korte presentatie van hun idee of product te doen om opdrachtgevers, klanten en andere belanghebbenden te overtuigen, zegt Renato Archer. Hij is directeur en oprichter van OneShot International. Het begint bij een idee. Ja, heel veel mensen hebben ideeën van wat ze allemaal willen gaan doen, maar het lijken gewoon heel veel drempels te zijn om een bedrijf te starten. Terwijl wanneer je het bedrijf digitaal start, dan heb je bijna niets nodig, toch? En ieder heeft toegang tot internet, we zijn allemaal bezig online. En eigenlijk zou je door het internet gewoon heel makkelijk zaken online kunnen doen. We praten heel veel over het exporteren van onze diensten en producten de laatste tijd. Maar ook het exporteren van digitale producten is een business op zich. En dat is, als je het mij vraagt, zelfs ook nog veel makkelijker. Omdat je helemaal geen goedkeuring nodig hebt van geen enkele instantie. Kijk maar naar Facebook, die in bijna alle landen nu opereert. En ze dragen haast niets bij aan het land. Terwijl als wij onze eigen mensen in het land gaan stimuleren om op diezelfde manier internationaal zaken te doen, dan dragen ze wel bij aan onze eigen economie. Managementadviseur Frans Eersteling zegt dat het programma voor een ieder is, inclusief personen die hun vaardigheden willen aanscherpen. Volgens Archer is het programma niet alleen voor Surinamers. Het is een opportunity, omdat een heleboel mensen de mogelijkheid geeft om een eigen onderneming te starten, dus om zo bij te dragen aan de economie. Dat is een van onze doelstellingen, om een boost te geven aan de economie. Mensen een bedrijf te laten opzetten die niet alleen nationaal in Suriname, maar ook internationaal business gaan doen. Dus we take it a step further. Het is niet alleen hier, maar we denken direct ook aan grotere markten buiten Suriname. Omdat je een digitale business gaat hebben. Omdat het programma in het Engels gedraaid wordt. Omdat wij tegelijkertijd met ondernemers van verschillende landen bezig zijn. Ondernemers van Suriname, Guyana, Trinidad, Nederland, de US. Die zijn allemaal in hetzelfde programma. Omdat we ook internationale mentors hebben en investeerders die in dit programma allemaal zitten. Dus je krijgt als het ware een heel makkelijk traject om ervoor te zorgen dat je van je simpel idee een internationale business van kan gaan maken. Na het traject krijgen geregistreerden een training en begeleiding van 12 weken om het idee dat zij hebben om te zetten in een startende onderneming.